Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. In 2017 vond Burendag plaats op 23 september. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar in de buurt. Het Oranje Fonds en de gemeente Tiel ondersteunen Burendag. Met een aantal raadsleden van de werkgroep Wonderschoon Wonen gingen we langs een aantal initiatieven die in de gemeente werden gehouden. Zo gingen we onder andere langs in Zennewijnen waar het buurthuis wordt opgeknapt en zwerfvuil werd opgehaald door vrijwilligers. De buurtvereniging Zennewijnen heeft een buurthuis, dat is, of een dorpshuis of hoe je het ook wil noemen, maar we zijn een buurtschap. We hebben dat huis in eigendom. Het huis is oorspronkelijk gebouwd na de Tweede Wereldoorlog als een noodwoning. Voor na de oorlog. En in 1997 heeft de buurtvereniging het gekocht. En we komen daar bij elkaar voor allerlei activiteiten. Eens in de week is het open. En de bewoners van Zennewijnen zijn vrij actief. En alle activiteiten gebeuren rond het buurthuis. Op dit moment wordt het ernstig verbouwd, heel gerenoveerd. Want we willen het duurzaam maken. We hebben een keer met subsidie van Tiel hebben we zonnepanelen gelegd en we genereren heel veel energie die we terugleveren aan het net en die willen we zelf gaan gebruiken. Dus we gaan straks het buurthuis verwarmen met infrarood verwarmingspanelen. En daardoor moest het dus geïsoleerd worden, want anders dan zit je heel Zennewijnen warm te stoken. Dus toen hebben we een heel groot plan gemaakt, de subsidies gevraagd en gekregen van onder andere de gemeente Tiel uit het wijkbudget en van de gemeente Neerijnen. Omdat Zennewijnen natuurlijk voor een deel ook in de gemeente Neerijnen ligt. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. En ook het stichting Burgerweeshuis en de Rabobank. We hebben overal waar we konden subsidieaanvragen gedaan. En dan ook nog een beetje uit eigen middelen. Want wij doen dit soort activiteiten om geld te verdienen voor de buurtvereniging. Zodat we dat buurtbuis netjes, fatsoenlijk en goed geïsoleerd kunnen opleveren voor de volgende generatie. Het is echt een buurtschap waar nog een aantal mensen wonen die daar al van ouds wonen. Dus echt autochtonen. En er is ook vrij veel import, maar dat mengt elkaar heel erg prima met elkaar. En dat vult elkaar heel mooi aan eigenlijk. Het is echt een leuke gemeenschap, echt actief en ook gastvrij, denk ik. Ja. Op begraafplaats ter navolging is een enthousiaste club vrijwilligers betrokken bij het opknappen van dit historische stukje Tiel. Regelmatig wordt er gewerkt om grafstenen in originele staat te herstellen en uiteindelijk de begraafplaats weer tiptop in orde te maken. Ook zij hadden de poorten opengesteld om belangstellenden en buren te laten zien wat ze daar doen. We spraken met Angèle Roeven. Het is niet de eerste keer dat we aan Burendag meedoen. Het is heel centraal gelegen met aan drie kanten buren die eventjes nog niet aanwezig zijn, maar er druppelt altijd wel binnen. We krijgen hele positieve reacties in ieder geval van de buren over alles wat wij hier met z'n allen doen. Het is een beetje van, zoals wij het een beetje schertsend noemen, bramenparadijs. Aan het veranderen in een prachtig groen monument. We krijgen veel complimenten. Dat is voor ons weer een opkikker van hoppakee, gaan we weer energie en we gaan er weer wat moois van maken. Dankzij de familie van Luin die met zwaar materieel twee keer per jaar zeker komen sponsoren en helpen. Er worden zware dekstenen gelicht uit de grond. Dat is voor ons vrijwilligers zonder materiaal niet te doen. Dan breken ze alsnog. En verder is het gewoon het gebruikelijke werk van glas, stenen, zwart. Dat is de tekst die op de stenen staat weer in het zicht brengen. We hebben een vaste koffie- en theeploeg. We willen gastvrij op Burendag natuurlijk schenken. En verder is het met kiezels, sjouwen, met zand, ophogen, uitgraven. Nou, eindeloos veel klussen. En groen, gewoon snoeien enzovoort. Interesse om meer te weten te komen over deze historische plek in Tiel? Kijk dan op www.ternavolgingtiel.nl. Buurtbewoners van de Vurenlaan in Tiel West hadden een speelplaats voor kinderen opgeknapt en maakten er met elkaar een feestje van. We vroegen waarom een en ander werd georganiseerd. Eigenlijk gezelligheid met de buren, elkaar leren kennen, omdat wij doen het de eerste keer dit jaar. En
eigenlijk goed met elkaar omgaan en zo kijken hoe we gaan met elkaar hier en de buurt helemaal gezellig houden hier. Meestal met kinderen gaan we met kinderen wat aan doen. Spelletjes, leuke spelletjes voor hun doen en ook de buren elkaar leren kennen. Dus we zien elkaar niet zo vaak. Daarom hebben we deze georganiseerd, om elkaar leren te kennen. Er zijn in Tiel-West veel mensen die de handen uit de mouwen willen steken. De nu volgende inwoner van Tiel voegde de daad bij het woord. Ik vond dit, toen ik hier kwam wonen, een heel ongezellig iets. Er was alleen een basketbalveld en een voetbalveld. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik wil het erop knappen. En leuk voor de kinderen, dat ook de ouders 's avonds meer bij elkaar komen. In verband met de picknicktafels en dat vond ik gewoon leuk en daarom ben ik begonnen. Om steun te krijgen vanuit de gemeente zijn er een aantal wijkregisseurs actief in Tiel. Zij kunnen helpen bij gemeentelijke vraagstukken als het gaat om bijvoorbeeld vergunningen en subsidies. Op het Kalverbos liepen we er een aantal tegen het lijf. Wij vinden het heel belangrijk om op Burendag aanwezig te zijn, zodat we kunnen zien wat voor activiteiten er vandaag gaande zijn. Want ja, Tiel bruist helemaal en wij vinden het vooral belangrijk ook om dat te zien. Om mensen complimenten daar ook over te maken. Maar ook om ons wat meer bekendheid te geven. Dus wij willen zoveel mogelijk mensen ontmoeten vandaag. Scouting Phoenix was actief om de stadsgracht van Tiel schoon te maken. Dit was hard nodig in verband met de drukte in de stad van de afgelopen weken, waarbij tienduizenden mensen de stad bezochten en het nodige vuil achterlieten. Nou, we hadden een rot ei, dat stonk heel erg. En heel veel verpakkingen en ook bier en wodka. Burendag in Tiel. Het zorgt voor een stad die volop in beweging is.